In de serie Geloofshelden kun je de video over Esther vinden. Daar leg ik uit waarom Esther mijn geloofsheld is. Door het hele Bijbelboek Esther heen kun je principes, levenslessen vinden. En ik heb er een aantal uitgehaald die ik in deze videoserie met je wil delen. Principes waar we allemaal, hoe jong of oud we ook zijn, wat mee kunnen in ons dagelijks leven. Eerst even heel kort het verhaal van Esther, om je geheugen op te frissen. Esther is een Joods meisje dat opgroeit bij haar oom Mordechai. De koning zoekt een nieuwe koningin en dat wordt Esther. De eerste minister van het land, Haman, heeft een hekel aan de Joden en bedenkt een plan om ze uit te moorden. Mordechai spoort Esther aan haar man, de koning, hierover in te lichten. Maar zij mag niet zomaar naar hem toe. Dat kan zelfs haar dood betekenen. Toch gaat ze. En daar kunnen we direct de eerste les vinden. Les 1. Doe het niet alleen. In Esther 4, vers 15 tot 17 lees je het volgende. Esther liet haastig het volgende antwoord aan Mordechai overbrengen. Verzamel alle Judeërs die in de stad Susaan wonen. Eet en drink 3 dagen en nachten niet. Ook ik en mijn dienaressen zullen 3 dagen en nachten niet eten en drinken. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al heeft hij dat verboden. Sterf ik? Dan is het niet anders. Mordechai vertrok en deed wat Esther hem had gevraagd. Esther weet ondertussen dat ze met een reden koningin is geworden. Zij kan haar volk redden van de ondergang, maar het risico dat ze daarvoor moet nemen kan haar eigen leven kosten. En dan roept Esther haar volksgenoten op om 3 dagen en nachten niet te eten en te drinken. Dit noemen we ook wel vasten. Als mensen vasten, wijden ze zich volledig aan God toe, zoeken ze zijn aanwezigheid. Je zou kunnen zeggen dat Esther door deze daad liet zien dat ze zich volledig afhankelijk stelde van God. Ook al wordt zijn naam niet genoemd in het Bijbelboek Esther. Maar het mooie is dat ze dit ook aan alle Joden in het land vraagt. De koningin geeft aan, ik kan dit niet alleen. En het volk doet wat ze vraagt. En laat hiermee zien, wij staan achter jou. Wij delen in jouw strijd, in jouw opdracht. Als jij voor moeilijke keuzes staat, deel je die dan? Met je vriendinnen, je ouders of iemand anders die je vertrouwt. Als je op zoek bent naar antwoorden op moeilijke vragen over geloven of over situaties in je eigen leven, ga je dan zoeken in Google? Of ga je hierover in gesprek met anderen? Weet je, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je mag net als Esther andere mensen inschakelen om je te helpen, je te ondersteunen en voor je te zijn. Mensen die je opvangen als je faalt en je ondersteunen als je dat nodig hebt. Je kunt natuurlijk via stronglife.nl/contact met ons contact opnemen door live chat of een WhatsApp. Ook kun je een gebedsverzoek indienen. Maar laat dat de eerste stap zijn. Maar kijk eens om je heen. Wie in jouw omgeving zou je in willen schakelen om er voor je te zijn? En voor wie mag jij er zijn? Niet alleen, maar samen. Iedere week maken we video's zoals deze. Wil je er geen één meer missen? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal.